Hele goedemorgen allemaal. En het is vandaag zondag. 13 augustus. En ik heb een heel klein feestje georganiseerd. Kijk maar eens even wat dat heb versierd. Want afgelopen vrijdag was Esme jarig. Is 25 jaar geworden. En ze was een paar dagen met een vriendje Kai iets leuks doen. En ze wilde ook niet echt haar verjaardag vieren. Dus ik zei, nou als jullie dan zondag terugkomen, kom dan nog even gezellig bij mama langs. Want ook al vier je verjaardag niet. We kunnen er in ieder geval een kopje koffie op drinken. En dat vond ze super leuk. Dus ik ben in afwachting van haar. En Nick en Sandra komen ook. Normaal gesproken is het echt gezinstraditie dat als we iets te vieren hebben, dat dan iedereen er is. Aangezien ze het niet echt wilden vieren en de andere helft van mijn gezin al andere dingen had, komen ze vandaag met z'n vieren. Dat is ook wel een keer leuk. Dus ik ga er proberen toch een hele gezellige dag van te maken. In ieder geval schijnt de zon. En ik maak er gewoon een gezellige middag van. Ik heb zelfs een rode loper uitgelegd. Kijk. Kun je dat zien zo? Nou ja. Als je nou zo ontvangen wordt op je verjaardagsfeestje, dan kan het toch niet meer stuk, zou ik zeggen. Nou, als we straks arriveren, dan ga ik nog even kijken wat ik jullie daarvan ga laten zien. Doeg! Oh. Nou, inmiddels zijn Nick en Sandra hier. Hallo! En we gaan even, we wachten nu op het feest wakker. Dan gaan we even vuurtje bij maken. En dan hopen we dat ze er zo aankomen. Wij hebben de koffie al op inmiddels. Ja. Gebak hebben we niet, we hebben wel snoepje! Ik hou niet van snoepjes, maar de rest wel. Heerlijk, zij wel. Nou, laten we even kijken of het Nick gaat lukken om het vuurtje aan te maken. Ah, dat komt wel goed. Nou, we wachten vol spanning op de rest. Eigenlijk om wie het gaat, om Esme. Dus het gaat goed komen. Zal ze leven, rode loper en zuiver, en zal ze leven. Hiep en een piep, hoera! Hiep en een piep, hoera! Ja, schat. Hallo. Is dit, hè? Het verjaardag. Hallo. Nou, daar zijn ze dan. Lekker. Kijk hem zitten. Cadeautjes! Benieuwd! Jarig? Ja, dat is wel. 25. Alles is voor jou. Ik ga even meekijken hoor. Heel erg leuk. Ik zag voor de vlog. Komt dat live? Oh. Die zijn dek, super vet. Wow. Oh, die zijn echt mooi, vet. Nou, lukt het maar. Ja? Helemaal blij. Kan niet anders! Wow, wat een cadeau! Nou, als het is de kleinste maat is 37,5, dus je moet een paar dikke sokken aan. Ah ja. Nou? Inmiddels is het feestgedruis in volle gang. Lekker barbecuen. Hier is onze grillmaster. Ik denk dat ik dit jaar de titel win. Wel goed bezig, ja. Goed bezig, jongen. Nou ja, ik bedoel, wat kunnen we hier nog van zeggen? Het is gewoon keigezellig.
erg. Maar ja, deze is eigenlijk altijd als we met elkaar zijn. Nou, ik wil eigenlijk jullie nog wat laten zien, want ik heb, ik hoop niet dat het te donker is. Ik heb nog iets heel moois. Kijk, een prachtige schilderij van Reinold op aluminium. Hangt hier in mijn huisje. Met een mooie bos bloemen erbij. Dus hij is er ook altijd bij, dat is hij toch wel. En nou ja, buiten alle misschien wat slechtere dingen, alhoewel wat slechte snoepjes en zo, ben ik ook gezonde dingen aan het maken. Oh, ben je dit nog zichtbaar? Ja, zo wel. Mijn lievelingsgerecht natuurlijk. Aardappelschok. Die zitten daar in de pan. Laat het zo wel even zien. Ik denk niet dat het me zo lukt om ze eruit te halen. Dus we doen een beetje mengelmoesje voor degene die wel snoepjes wil. Hebben we snoepjes en mijn favoriete gerecht, ja, het blijft artisjokken. Ik kan het elke dag wel eten. Ik vind het echt super lekker. Dus zij hebben dat nog nooit gegeten, dus ik ga het zo even opdienen, kijken wat ze ervan vinden. Nou, misschien gaat er een wereld voor ze open of misschien zeggen ze wel, nee, vind je helemaal niks aan. Ja, ik ga even kijken of ik ze uit de pan kan halen en dan laat ik jullie even meekijken. Laten we eens even proberen of het te zien is. Maar ja, ja. Nou, hij is eruit. Oh, een heerlijke artisjok. Nou, super lekker. Ja, dat vind ik. Ziet er toch ook echt fantastisch uit, hè? Gewoon een heel bijzonder gerecht. Kijk, en als je dan een beetje zo open doet. Ja, en de bedoeling is dus dat je zo de blaadjes eraf haalt. En dan heb ik hier een lekker sausje. En dan... zo lekker. Nou, ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Dat je ook kan eten. Ja, dat een kikker ding. Oh. Je kunt er dus maar heel weinig van eten. Ja, je kan er heel weinig van eten. Ik ben wel benieuwd hoe jullie dat vinden. Dan kan je het je wel op de camera zeggen wat ik ervan vind. Ja, ga je maar eens even zeggen wat je ervan vindt. Ik vind het smaken. Het is lekker. Het is echt, het is alleen, een beetje aardappel. Je hebt er geen reet aan, want het is echt ja, het is gewoon gezellig eten. Het ziet er gewoon heel gezellig uit. En het is heel gezond voor hart en bloedvaten. Ja. Sausje, dus wel lekker, maar dat sausje zijn meer lekker dan de rest. Schep alleen maar saus. Nou, ze eten het toch op. Zo zie je maar weer. Weer wat geleerd vandaag. Bellenblaas! Dus we doen even, willen jullie nog even zwaaien? En even naar mijn volgers even allemaal zwaaien. Ja! Doei! Dit is het einde van ons feestje. Mensen. Special effect. Voor wat je... Voor wat jullie mogen zien, de rest is de rest wordt privé, dus... Zuipen! Nu! Camera uit! Nou, dag allemaal en bedankt weer voor het kijken. En als je het leuk vond, doe je dan je duimpje omhoog.